Hallo iedereen, hier zijn we weer. We gaan een keer iets leuks doen vandaag. We gaan dit raken, of toch gedeeltelijk. De rest moeten jullie achteraf doen. Wat is dit? Een vingerloze handschoen. Zoals je ziet. En ik vind het nogal leuk. Ik heb met verloopgaren gewerkt. Voor deze. En een haaknaald nummer 3. Maar een paar keer beginnen en uitgaan. En zoals ik altijd zeg, de nano de wind. Ik heb uiteindelijk gevonden hoe ik het wil hebben. Dus dit stuk moet aan deze kant ook gedaan worden en dan gewoon dicht gehaakt worden. Dan is onze handschoen klaar. Dus ik ga deze afkanten, maar ik wilde jullie tonen hoe het in elkaar zit. En op de foto zien jullie dan het afgewerkte resultaat. Dus we beginnen bij de duim. Dus zoals je ziet, mijn haren, ik vind het wel een beetje leuk zo met die verschillende kleurtjes. Het zijn wel geen felle kleuren. Het is wol van een trui die in de kasten hangt en die niet gedragen wordt. Dus ik heb het opgeschreven, maar ik ga het opschrijven met pen of intikken, want ik doe het altijd met potlood, dat ik kan dingen aanpassen als nodig is. We gaan 14 steken opzetten, zonder achter een kettingsteek te haken. Een ketting te haken, sorry. Dus, hoe doen we het? We beginnen uiteraard met 14 vasten. We haken 2 los. En we haken een vaste. En de eerste lossen. En dan gaan we zien dat we zitten we in die eerste vaste op de zijkant, halen we 2 lussen op, hakken we 1 lossen en gaan we door de 2. U ziet 2 lussen op mijn naald. 1 lossen en ophalen, 1 lossen in omslag en door allebei. Dat zijn dus al 3 steken. Dus we steken er zoals we eigenlijk een vaste zouden haken in een ketting of in een rij. 1 lossen ophalen door 1. En dan haken we een dubbele vaste. Kijken hoeveel we er hebben. 2, 4, 5, 6, 7, ik zit vast. 8, 9, 10, 8. Dertien.
Ja, dat zijn er 14. Dus we hebben 14 steken. Ik doe het zo omdat als je met de kettingsteek werkt, met de lus, een kettinglus, lussen, om te beginnen, dan trekt dat wel soms wel een beetje tegen. En dan krijgt u eigenlijk wel, deze krult nu ook een beetje, maar dat is gewoon omdat er nog niet zoveel steken op staan. Maar met de lussen, dan trekt hij wel heerlijk samen. Dus, we gaan vast een haak. Rij 1 tot en met 5. Haken we volledig. Vasten. En niet in achterste steek of iets, gewoon vasten. Maar we werken zoals we in amigurumi werken. Dus we markeren onze eerste steek van onze toer. Elke keer. Daar zitten we aan 14 steken. Ik tel ze meestal nog op. Ik weet niet waarom. Dus dat wordt dan gewoon aan het begin ingestopt, die draad. En dan is die weg. Dus we beginnen aan onze ik ga hem ook naar achterwege laten, want mijn handen willen niet meewerken. Dus we beginnen aan onze derde toer. En we gaan zo door tot we er 5 hebben en tot we terug bij ons begin zitten. We hebben 5 uren gedaan. We haken verder. Nu gaan we laten we steken de markeerder in de eerste steek van onze volgende rij. Ik ga hem niet toe doen, want anders we haken 4 vasten, dus ik heb er al in gehaakt. We doen 1 meerdering, dus we haken 2 vasten in 1 steek. We haken nogmaals 4 vasten. Een meerdering en nogmaals 4 vasten. We zitten dus bij onze markeerder. We gaan verder. De volgende rij allemaal vasten.
Het zijn er ondertussen dus 16. Onze volgende rij van onze duim. Twee vasten. Eén meerdering. Dus twee vasten en de steek. 10 vasten. Ik volg mijn blaadje dat ik zeker ben dat jullie het ook juist krijgen zoals het moet. Zit hier nu knobbelen. Okay. Tien vasten, één meerdering. En twee vasten. De volgende, volledig aan vasten. Dat zijn er 18 voor degene die willen tellen. Maar bij dit project, als je een steek meer of een steek minder hebt, steekt het niet zo nauw. Dat is het voordeel eraan. En dan gaan we 6 maal. 1 vaste, 1 meerdering en 1 vaste. En we eindigen ook met een vaste. Dus 1 vaste. Nu ga ik hem wel toemalen. Want die moet blijven zitten. Normaal gezien, nee, deze niet. Ongeveer. Een meerdering. En mijn draad splijt in twee, dat is vervelend. Ik wil hier ook niet mee werken.
Oké. We zijn dus terug aan het begin van onze tour. We sluiten met een halve vaste. In de volgende steek. En daar steken we onze markeerder. En die blijft zitten. Die blijft zitten, maar zoals je ziet, hij zit er nog steeds bij mij. Dat het heel belangrijk is dat hij nu er nog in zit, maar dat is dus ons duim. Zoals je ziet. En hij is ook een beetje gevormd naar de duim. Dus we hebben onze steken. We gaan nu 70 losse haken plus 1 keer losse, dus 71. En bij deze steken we een markeerder in de 30ste en de 52ste steek. Ja, ik moet opnieuw beginnen, want mijn batterij was plat. Dus we hebben onze ketting plus een keer losse. We haken 5 vaste. We doen een mindering, dus we halen 1 lus op, we halen de tweede steek de lus op, we slaan om en we gaan door alle 3. We haken opnieuw 5 vasten. En dan beginnen we weer opnieuw bij de haakjes. 5 vasten, dus in feite doen we 10 vasten tussen onze minderingen. En dan doen we opnieuw een mindering. Dat ding hier uit weg ligt. Dan doen we 10 vasten. We minderen 10 vasten. En dan minderen. Als mijn markeert het niet te veel in de weg legt. En opnieuw
en vasten. Een mindering. Een mindering. En dan gaat u zien staan in de beschrijving. En dan haakt u verder naar de laatste mindering tot aan de M. En deze heb ik M genoemd, de markeerder. Anders moet ik elke keer voluit markeerder. En dat is nu eigenlijk wel niet nodig. We zijn geen kleine kindjes. Dus we zijn aan de M gekomen. Bij de eerste handschoen, maar zeggen de handschoen, bij de eerste handschoen haken we dat we in de duim kijken. Dus ik heb de mijne dus zo gehaakt, de eerste. De tweede willen we dus natuurlijk in spiegelbeeld. Ik ga hem dus haken dat de duim daarmee toewijst, dat hij niet naar beneden wijst. Maar we gaan eerst kijken. Nou, hier gaan we dus twee vasten, maar dus in de achterste lus. Twee vasten. En de meerderingen ook in de laatste, de achterste lus. Een meerdering. En dat doen we 7 maal. 4 5 6 7. En we haken voort tot aan onze M en de achterste steek, de achterste lus. Nog eentje. Oké. Nu gaan we. Het is wel een beetje onbetand met die markeerder die er zit, maar eens dat we op weg zijn, hebben we er geen last meer van. Nu gaan we in
de eerste steek van onze ketting waar we op gehaakt hebben, een halve vaste. En de tweede ook een halve vaste. Ja, we draaien ons werk om. We haken. Oeps, in de achterste. Eén vaste. Eén metering. Drie vaste. Dus we doen vier vasten, één meerdering, vier vasten totdat we bij de M komen. En ik denk dat ik een foutje gemaakt heb. Eén. En ik weet het, ik ben verkeerd bezig, want ik zit aan de verkeerde kant van mijn duim. Maar zo kunt u het beter zien. En dus, we gaan zo verder volgens de beschrijving dat ik hier heb. We gaan verder tot aan de M, dus tot aan die hoek. En daar haken we dan 8 vasten vanaf deze, 8 vasten, 1 mindering, 8 vasten, tot we aan het einde komen. Hier doen we 1 keer lossen en beginnen we aan de volgende rij. Maar ik ga dus alles mooi noteren dat u kunt volgen. Lukt het hoegenaamd niet, vraag het mij gerust. Dus, en dan eindig ik met dit stuk, als ik dit allemaal gedaan heb, zonder dat blauw stuk. Ik heb speciaal gewacht om dat andere stuk te doen, om het te kunnen tonen hoe ik het doe. Dus we gaan hier beginnen, in het dal van onze 8. Ik ga mijn haaknaald nemen. Ik steek mijn haaknaald in de laatste vaste van deze 8, van deze cirkel. Ik haak een vaste en ik haak 2 halve vasten. Op die ik ga inlossen en nu haak ik gewoon vasten maar u hoeft daarom mijn handleiding van deze niet te volgen zoals we zeggen bij het koken. Als je het wil veranderen, just wing it. Je doet er een hoesting mee. Maar het is wel ook in de achterste rij. En als we hier komen, gaan we dus opnieuw. Ziet dat het gaatje vol is. Dus dit is de kleine kant. Dit is de korte kant, ga ik maar zeggen. Dus we gaan nu verder haken op deze kant.
hebben het gaatje gevuld. Zien dat we ongeveer, daarom zeg ik het, wing it, dus nog twee steken. We haken een keer lussen, een keer lus en we gaan terug. In de achterste lussen. Dus niet vergeten, tenzij u zegt, ja, ik wil een speciaal contrast. U moet hem niet in spiegelbeeld maken. Dus gewoon, als u hem niet in spiegelbeeld haakt, gaan de kleuren misschien anders, maar sowieso gaan de kleuren anders zijn met het verloop garen. Dus doe er uw goesting mee. Als u denkt, gewoon twee identieke, want de duim zit toch op de zijkant. Dat is mijn opinie hoor. Dus we zitten aan het einde van onze opvulling. En dan gaan we gewoon verder. In de achterste lus. Tot aan waar ik die gestoken heb. Zit die volgens jullie te laag of te hoog, dan halen jullie hem eruit en steken hem waar jullie willen. Dan geef je een persoonlijke toets aan je werk. Oké, dus u ziet, ons gaatje is gevuld. We hebben ongeveer rechte stukken, dus vanaf nu gaan dat rechte stukken zijn. En dan gaan we op dezelfde breedte als dit. Ik leg gewoon mijn werk samen om het te meten. En dan kijk ik de breedte van mijn hand. Maar elke hand is anders. Ik heb smalle handen. Dus ik moet hem niet zo groot maken. Je moet eigenlijk een beetje aanpassen volgens u. Handen en uw polsen. En meer is er niet aan. Het ziet er moeilijk uit, maar het is het niet. Behalve dan die 8, maar eens u de truc kent van een 8 te haken. Want eigenlijk is er niet veel aan. Juist dat u, nu gaan we verder en nu gaan we haken tot aan het einde. En dan in de derde toer doen we weer die twee halve vasten op deze. Enzovoort. En als we aan toer 13 zitten, hebben we nog van onze 8 nog zo'n, niet de kant van de duim, maar de andere kant, hebben we nog zo'n stuk over. We draaien ons werk binnenstebuiten. We haken dit dicht.
En dat zou moeten een steek of 10, 12 zijn. En dat is dit stukje. En dan hakken we dit. Dat is dit stuk. Volledig, sorry. En dan hakken we gewoon de zijkant. Maar de uitleg volgt. Zeker en vast, want ik heb het al mooi genoteerd. Ik heb het eerst volledig uitgeveerd. Ik ben dan ook niet begonnen. Want het stond mij niet aan. Dus ja. Veel plezier. En veel warmte. En tot de volgende.